kan niks zien, hoor. Nee, dat zou wel voelen. Wel voelen. Met een geblindeerde bril op oefent meneer Van Schaik op het vluchten uit huis wanneer er brand mocht zijn. Waar bent u nu? Tafelstapje, ja. Oké. Doe maar vergeten. Nu ben je weer de buiten. Wij tellen ongeveer 3 minuten dat iemand gewoon zijn woning kan verlaten. Gezien bijna 102 heeft er ietsjes langer over gedaan, maar ruimschoots binnen de tijd. De brandweer vraagt dit jaar aandacht voor de brandveiligheid bij zelfstandige senioren. Onder ouderen vinden relatief veel woningbranden plaats waarbij ook dodelijke slachtoffers vallen. Omdat ouderen langer zelfstandig thuis wonen, is voorlichting over wat zij zelf kunnen doen bij brand belangrijk. De brandweer checkt Van Schaik's huis ook op andere punten. Dit elektrische kacheltje moet bij het gordijn weg, maar voor de rest heeft hij het prima op orde. Ja, we hebben het goed gekeurd. Ik ben echt aangenaam verrast dat iemand er zo over nagedacht heeft. Dan helpen zijn kinderen en zijn kleinkinderen daar natuurlijk bij, maar dat ze er echt over nagedacht hebben. Hij weet wat hij doet, hij weet waar hij voorzichtig mee moet zijn en hoe hij moet handelen als er toch iets misgaat. En uit handen van de burgemeester krijgt de oudste bewoner van de gemeente ook nog wat cadeaus. Dat weet ik niet meer. Een brandblusser. Brandblusser. En een rookmelder, zag ik. En een rookmelder. Ik ga meteen hier aanbellen. Goedemorgen, mevrouw. Goedemorgen. Ik heb een vervelende mededeling voor u. Er is hiernaast brand. Brand? Er is brand. Nee. Echt waar, mevrouw? Kijk, komt u maar. Kijk, doet u maar een paar stappen naar buiten. Kijk. Nee, maar achter u. Kijk eens. Oh. Wat kan daar nog drukken? Ja, drukt u maar. Oeh. Ja, doe maar. En dan? Ja, we moeten harder drukken, denk ik. Nog harder drukken. Moet door het glaasje heen drukken. Maar ik heb niet zo wat kracht. Ik heb reuma, man. Nee, reuma. Nou, dat is al goed dat we dat doen. U kan dus niet op het glaasje drukken. Ik kan niet met een licht natuurlijk. Nee. Ja, mag ik doorlopen naar de volgende vleugel? Kunt u wel zo ver lopen? Hoe vindt u dat het gaat, deze brandpreventieoefening? Ja, ik vind het niet goed. Want we moesten parkeerterrein zijn. En je kan er niet komen. Je mag geen lift gebruiken. En met een rollator kan ik niet van de trap af. Dus ja, wat moet je dan? Een glijbaan. Zwembadrollen. Ik kan nog niet zwemmen ook. Ik verzuip. De bedoeling was om eens te kijken, zeg maar, of de bewoners van de Wilgenpas in dit geval, of die zelf redzaam genoeg zijn om bij een brand te kunnen handelen en het bouwwerk te kunnen verlaten. En wat is de conclusie? Mijn voorzichtige conclusie is dat dus niet is gebeurd. U bent buiten gekomen uiteindelijk? Ja, met de lift. Maar bij brand werkt de lift soms niet? Niet gebruiken. Nee, dat klopt. Ja, maar dat is moeilijk. En wat moet je dan?
Van het dak af springen. Als er hier brand komt, dan is er een groot probleem. Ja, inderdaad. De senioren voelen zich niet bepaald veiliger nu ze dit hebben meegemaakt, zeggen ze. Nou ja, goed, dat is dan een teken. En daar moeten we wat mee doen. Wij niet alleen als brandweer, maar natuurlijk ook met name de beheerder van dit complex. Maar ook de bewoners zelf. Want je mag dan wel een senior zijn. Maar de verantwoordelijkheid ligt voor een brandveilige woning en goed kunnen handelen bij brand, ligt natuurlijk bij iedereen ook zelf.